We staan hier nu backstage en volgens mij zie ik achter me DJ Candice. Candice, hoe is het? Goed. Je hebt net gedraaid, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is lekker. Ja, het is echt heel leuk. Je hebt mensen energie en zo. Dat is echt heel vet. Hoe oud ben jij? 14. 14. En hoe lang draai je eigenlijk al? Eigenlijk vanaf mijn 11e echt, na mijn ongeluk. Als de bus over mijn 11e ging gereden. En DJ was muziek, was altijd al mijn passie. En door mijn vader, door mijn broer, door mijn neef en oom. En toen had ik dat ongeluk en toen dacht ik van ja, ik wil echt nu gaan DJ'en. Want ik durfde niet naar buiten, ik durfde bijna niks. Dus ik dacht van ja, dan ga ik maar storten in de DJ'en. En het is al wat geworden. Oké, dus het is eigenlijk een soort van uitvlucht van je. Wat uiteindelijk ja, ook je passie was. En nu werkelijkheid wordt. Het is wel heel cool. Ik hoorde dat je ook produceert zelf. Ja, dat klopt. De tweede track zijn we nu bezig. Eén track is al uit. Jessica Tweet heb ik met Timber gemaakt. Maar dat is de oude stijl, Future House. En nu ben ik helemaal nieuw, andere stijl. Dus je bent helemaal je eigen stijl aan het ontwikkelen. En helemaal, jij gaat ons binnenkort verrassen. Dat klopt. Wat wil je worden als je later groot bent? DJ. Duidelijk. Nou, ik denk dat dat geen probleem zal worden, toch? Vertel, Candice, wat betekent die naam? Candice betekent puur. In welke taal? In het Hindi. Ja, het is een Spaans meisje, dus ik vond het wel toepasselijk. Want volgens mij is ze nog heel jong, hè? Hoe oud is Candice? 14. 14 jaar. 14 jaar, jongens en meisjes. 14 jaar. U bent... Ja. Nou ja, upcoming, ze is natuurlijk al een talent. Ja, zeker. Je bent vast heel trots op haar. Ja, zeker. Dat is wel keihard werk. En een van de belangrijkste dingen op zo'n avond als deze voor de crowd is de crowd support. Peace. Aan het einde van de regenboog, naast die pot met goud, staat deze jongeman. Goedenavond. Dag jongeman. Gimmick. Your boy. Nobody else. We zijn hier vanavond bij Here We Fucking Go. We gaan een dik feestje maken. Daarna gaan we op zijn kop zetten. As usual, in het paard van Troje. Ciao. Ik zit hier met Hol en Rush. Yes. En wie is, dat weet niemand. Nee. Ben jij Hol? Dat weet niemand. Of ben je Rush? Dat zeg je net zelf. Heb je een gat of heb je haast? Nee, ik heb het allebei niet, want we zitten lekker op de bank hier zo. Dus ik blijf lekker zitten. Fair enough. En jij? Ik zei, heb je een gat of heb je haast? Of je Hol of Rush bent? Nou, geen van beide. Ik zit hier dus niet met Hol en Rush. Je zit hier met Hol en Rush. Oh, ik zit hier wel met Hol en Rush. Maar het is niet zo dat de ene persoon Hol is en de andere Rush. Dus zeg maar net als Nick en Simon, dat niemand weet welke wie is, nee, maar ze zijn het allebei. Die heet daadwerkelijk Nick en Simon. Oké, we zitten hier dus net als met de drie J's, zeg maar. Niemand weet welke J is. Maar het zijn allemaal. Het hoort allemaal bij elkaar. Ja, toch? Ja, dat is het. Ja. Dus, nou jongens, jullie hebben net gedraaid. Ja. Hoe was de sfeer? Ja, het was top. Eigenlijk, mensen waren gewoon lekker aan het dansen. Het ging los, dus... Ja, ik vond het leuk. Ja, serieus. Here We Fucking Go in Paard van Troje is altijd eigenlijk wel lachen gewoon. En ik weet niet, de mensen die waren, ze stonden helemaal uit hun dak te gaan. Dus dat is een goed teken. Ja, zeker. Ja, dat is mooi. Daar doen we het voor, toch? Ja. Gingen jullie zelf ook een beetje uit je dak? Ja, natuurlijk. Altijd. Maar als je aan het draaien bent, dan moet je gewoon altijd uit je dak gaan. Nou ja, het is ook gewoon, dat is een natuurlijk proces. Als je gewoon daar staat en je hoort de muziek om je heen. En je draait ook de nummers die je zelf lekker vindt natuurlijk, dus dat scheelt ook. En dan met de reactie van het publiek erbij, dat is altijd leuk. Ja, zeker. Dat is ook zo, anders hoef je het niet te doen natuurlijk. Zeker. Maar volgend jaar weer? Ja, of eerder, maakt me niet uit. Volgende week weer? Dat is goed, ja, doen we. Ja. Nou, goed plan toch? Een bijzondere avond met twee hele bijzondere gasten. Speakerheads. Deze twee.
Jongens, vraag je. Harman Kardon of Bose? Harman Kardon? Bose? Harman Kardon dus. Jullie kunnen niet praten, want speakers zijn een uitgang voor geluid en niet een ingang, want dat is een microfoon, dat is deze. Normaal gesproken, als ik een microfoon bij een speaker hou, dan hoor ik een heel vervelend geluid. Maar nu niet, dus dit zijn eigenlijk de ideale speakers. Toch jongens? Maar wat voor liedjes gaan jullie draaien zo meteen? Goeie liedjes? Liedjes waar je op kan dansen? Hé, hey, top. Nou, dan gaan we maar gauw kijken naar wat deze jongens gaan laten zien en waar wij op kunnen dansen. Four, three, two,